mensen, wat leuk dat je ook deze week weer kijkt naar het shotje van de week. En ik ben er een beetje op gekleed zoals je ziet. Ik heb nou al zin in de zomer. We gaan een heel zomershotje maken. We maken vandaag de Banana Royale. Nou, we kennen de Banana Royale natuurlijk allemaal als je lekker gegeten hebt in het restaurant. En dan, wilt u nog een toetje meneer? Ja natuurlijk. En bijna altijd staat er op het menu een Banana Royale. Nou, ik dacht, hoe leuk is het om in plaats van dat toetje met die bananen en dingen gewoon een klein shotje te hebben en hup, een borreltje voor het eten te verteren. Nou, wat hebben we daarvoor nodig? Natuurlijk sowieso het shotglas. Ja, het is een beetje te verwachten natuurlijk met de Banana Royale, maar we hebben ook nodig de bananenlikeur. We hebben natuurlijk nodig, want bij een Banana Royale zit altijd chocola, de chocoladelikeur. En voor de vanillesaus die er altijd bij zit, heb ik de likeur 43. Want die smaakt ook naar vanille. En, dat is niet verplicht, maar wat ik zelf altijd lekker vind, een klein toefje slagroom. Gewoon omdat het kan. Nou, we beginnen met het belangrijkste van de Banana Royale. En dat is natuurlijk de bananenlikeur. Nou, de bananenlikeur, ja, die moet natuurlijk wel een beetje overheersen. Dus wat ik dan doe, is die gewoon lekker tot de helft vol gooien. Zodat in ieder geval het meeste wat erin zit, de bananenlikeur is. Dan doe je de likeur 43 erbij. En die mag dan, nou ja, ietsjes over de helft. En dan mag je hem afvullen met heerlijk de chocoladelikeur. En dat mag best wel vol hoor. Dat mag best wel vol. Als je er, net zoals in mijn geval, ook nog slagroom bij wil doen. Dan moet je hem iets, ja, dan moet je een klein randje erover houden, anders dan gaat het er overheen als je de slagroom erbij doet. En dan geeft het zo'n rommeltje. En je ziet ook als je rustig schenkt, dat je ook van die mooie laagjes krijgt. Dat je ook inderdaad ziet dat de chocoladelikeur er een beetje op blijft hangen. Net als de Banana Royale die je natuurlijk in het restaurant bestelt. Dan is die chocoladesaus ook lekker eroverheen. Nou, en dan dat ik het niet kan laten. Gewoon een klein toefje slagroom. Klein toefje slagroom erop. Hoeft niet veel te zijn. Gewoon voor het idee. En als we dan toch bezig zijn, heb ik ook nog gevonden een beetje cacaopoeder. En als je een beetje cacaopoeder op de slagroom doet, nou, dan kan het bijna niet missen als dat je gewoon een heel lekker shotje van de week. Ik zeg, nu al zin om te proeven. Proost! Vergeet ik te vertellen dat het cacaopoeder een beetje op je stembanden kan slaan. Maar het was even goed. Een lekker shotje. Tot volgende week.